Hi allemaal, ik ben Jelena en vandaag is het weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van QTime. En zoals ik altijd zeg, kan je met je Q-Time verschillende dingen doen. Je kan iets leren of je kan misschien voor een keertje je bijdrage leveren voor de awareness van een goed doel. Of misschien zelfs voor cancer awareness. Vandaag zit ik met Larissa Reken en ze gaat ons daar meer over vertellen. Wat is een Hi. <laughs> Hi! Yes! Hoe gaat het met je? Ja, yeah, super leuk. Ik love quality things, so yeah, I ik love so. being in Q-time. Yes! Let's, <laughs> and let's have a Q-time conversation, yes, girl. Yes. First of all, you look amazing. Thank Colour you, scheme, you too. Popping. <laughs> thank, you, thank you, Thank you, thank you. Even voor de mensen die niet weten, wie is Larissa Reike? Oeh, oeh, that's dat is een question. Yeah, ja, ja, zeker confronterende. Mm. Um, Larissa is vrouw. Uh, daar moet het mee beginnen. Check. Yes. Ze is <laughs> um, mama. Dat um, is de second important thing. Mm. Maar ja, als mens heb je verschillende rollen en de belangrijkste zijn dus mama zijn. Um, ik ben onderdeel van een gezin. Um, ik ben uh, Employee, dus een harde werker. Dat heb je natuurlijk ook nodig mm -hmm. om leuke dingetjes te kunnen mm -hmm. doen. En onder andere um, ben ik in mijn vrije tijd ook een vrijwilliger, maar zelfs ook goed betrokken in een stichting. Mm -hmm. En die stichting is dus degene die. Zich bezighoudt met onder andere cancer awareness. Oké, okay. mm -hmm. wie is de stichting mm -hmm. en uh, wat doen jullie allemaal? Oké, okay. ik ben. Um, ik vervul dus nu momenteel uh, de rol van penningmeester in stichting KDPS. Mm -hmm. Dat is gewoon een afkorting voor kankerdiagnostiek en preventie in Suriname. Mm -hmm. En eigenlijk zegt de naam het Aal, yeah. en onze slagzin is kennis -geef geefkracht. Mm. Dat dekt volledig de mm -hmm. lading. Wat we dus doen is dat we vooral proberen informatie te brengen naar de mensen, jong en oud, om ze weer te maken van wat kanker is, wat je kan doen in de preventieve sfeer en vooral ook van wanneer je er op tijd bij bent en dus, dus op een tijdige uh, diagnose hebt vastgesteld, mm -hmm. um, dat je dus eigenlijk ook wel weet dat je met kanker kan leven. Dus als je dat allemaal weet, je weet. Doordat je het weet, kan je er iets makkelijker in meegaan. En dan kom je weer terug op die kennisgeefkracht. Want als je weet, dan voel je iets krachtiger in je schoenen staan. En exactly. ik can handle this. En dan kan je hem uit de taboesfeer halen. Ja, dus dat is waar het op neerkomt. En dat is waar we dus voor staan. Mm -hmm. En um, wij zijn dus eigenlijk met verschillende activiteiten bezig. Een van de voornaamste zaken waarmee we dus uh, 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 ook in ons dagelijks leven mee bezig zijn, is dat wanneer we geld er binnen hebben gehad mm -hmm. en mind you, um, dit doen we echt gewoon door uh, informatie te verstrekken, donaties binnen te halen. We hebben een informatieboekje dat vooral bestemd is voor kinderen vanaf de vijfde klas, die ze dus interactief uh, uh, met hun ouders kunnen doornemen, de leerkrachten op school. Dat we die boekjes dus verkopen. En uh, ik, als ik dat al mag zeggen, die zijn mag, maar 50 SND. En dus uh, wanneer we zoveel boekjes hebben verkocht, gebruiken we al deze middelen om dus ook weer kankerpatiënten of mensen in de nabije omgeving die geraakt zijn geworden en die dachten. Echt hulpbehoevend zijn, om dus ook weer uh, uh, een steentje dus daarbij bij te dragen, om hun um, leven in ieder geval wat makkelijker te, te, laten. te laten. Ja, hun leven makkelijker te Sorry, maken. Dat is een lot dat de stichting doet. Het is. En dat uh, is niet eens de reden waarvoor je hier bent vandaag, exactly, precies. Want uh, jullie hebben. Een fietsentocht georganiseerd of wordt georganiseerd, ja. omdat, uh, als ik het even mag zeggen, de maand september staat in het teken van Child Cancer Awareness Month, en dus jullie hebben een fietsentocht. Yes. So tell me about the de fietstacht. Ja, oké. Okay. Um, nou, we hadden het kort geleden al erover. Het is heel grappig, want de afgelopen tijd zie je heel vaak op straat mensen op een fiets. Mm -hmm. Met name op de zondag. Mm -hmm. Dus het fietsen is nu een hele hype. Echt in uh, weet je, de mensen mm -hmm. zijn bezig. En wij waren dus bezig met um, hoe kunnen we op een andere manier ook weer die awareness brengen en mensen bewust maken van hé, hey, er is niet alleen een bepaalde type cancer waar er al heel veel mee wordt gedaan. We hebben, het is niet onze eerste uh, uh, activiteit. We hebben meerdere gehad. Maar we wilden een beetje iets anders doen. Mm -hmm. Het is vakantietijd. Um, we willen ook de boodschap geven. Zeg, een van de dingen in de preventieve sfeer is gezond leven, bewegen. Hey, wat beter dan gewoon het echt doen mm -hmm. om het uit te dragen en de boodschap aan te laten komen. Toen hebben we dus gezegd van. Hey, we moeten dit gaan doen en we zijn leuk gaan partneren mm -hmm. en we zijn gaan partneren met dus uh, CWS of CWS mm -hmm. en dat is dus Cycling World Suriname mm -hmm. en Cycling World is dus eigenlijk gewoon een, een je kan zeggen een bike shop mm -hmm. waar dus alle bikers naartoe kunnen om fietsen te kopen en, en, en onderdelen voor Everything fietsen. Everything wat met fietsen te maken heeft en je daar halen. En ze zijn echt de perfecte partner mm -hmm. omdat ze ons gewoon hebben gezegd van dit is ons ding, kom we gaan jullie helpen. Uh, en we gaan met z'n allen gewoon deze boodschap naar buiten brengen. En ook gewoon de awareness echt brengen. Dus we gaan proberen jong en oud niet op de been te krijgen, maar op de fiets te krijgen. Yes. En ze hoeven geen smoesjes te gebruiken, want ik ben een van ze die al begon. Maar ik heb geen fiets. Nou, ik zal je zeggen, ik krijg zelf een fiets met een bak waar ik dus een paar kindjes in ga zetten. Dus um, je kan een fiets ook gewoon verkrijgen. Um, ik weet niet of ik. Want bedocht. je gaat zo snel. Want ik, ik, wanneer is het? Want dan gaan we daarna. Als je geen fiets hebt, hoe doen we het dan? Is de exciting Oké, 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 oké. We're gonna back je it up hebt a bit. Gelegen. Precies. <laughs> Wanneer is dit evenement? Want alles is al een kan en kruk. Mm -hmm. Je hebt je partner al, mm -hmm. de, de, de cause, mm -hmm. de reden waarvoor jullie doen is al duidelijk. Mm -hmm. Wanneer is het? Gewoon even praten over het evenement. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Um, we zijn dus zaterdag 23 september. Mm -hmm. Komen we dus bij elkaar. Het is lekker hier om de hoek. Hier om de hoek is dus op noord. Ja, ja. We <laughs> zijn op noord. Exactly. Um, um, het is dus uh, in de buurt. Het is op de parking van uh, um, Choice. Ik weet ja. even niet precies hoe die straat heet. Um, daar komen we dus op, uh, bij elkaar. En we zijn dus vanaf vier uur. Dat is mm -hmm. de inloop. Um, het is ook een moment voor de laatste registraties. Mm -hmm. Mensen die nog moeten betalen. En we gaan dus van daaruit beginnen met fietsen. Uh -huh. En dat is dus de 23 september. Um, we hebben dan met z'n allen gewoon even een moment van stilstaan bij: hé, hey, waarvoor zijn we hier? Uh -huh. En dan gaan we met z'n allen ook gewoon lekker uitblazen en het uitdragen aan de mensen wat de boodschap is. Oh, nice. Yeah. Yes. All right. We hebben de datum, we hebben mm -hmm. de plek. Uh, moet ik betalen? Hoeveel kost het om mee te doen hieraan? Want het is natuurlijk niet gratis, dus we doen het voor een reason. Absoluut. Yeah. Yes. Um, Klopt. Nee, absoluut zijn er kosten aan verbonden. Uh, we hebben een minimale kostenplaatje mm -hmm. um, voor de mensen die zich registreren. Het is dus voor kinderen 50 SRD, en voor de volwassenen is het 75 SRD. Het is. is... Is Geen geld. Ik vind I dat iedereen meedoen. moet meedoen, nu al. Dat bedoel ik toch? Maar nu gaan ja. we komen bij die mensen van: ik wil meedoen, maar ik heb geen fiets. Like, yes. what next? Precies, toch? Yeah. We hebben het kostenplaatje gedekt. Mm -hmm. En um, het is dus zo dat je dus niet, geen zorgen hoeft te maken. Um, zoals ik al eerder zei, is de zusterorganisatie, ik weet niet of ik het zo moet noemen, mm -hmm. uh, van uh, CWS. Mm -hmm. Is dus um, fietsen, laat me het even goed zeggen. Uh, zij heten dus. Fietsplezier, zo'n leuke naam, dat moet je gewoon nooit ja, vergeten. Ja. En Fietsplezier heeft, biedt dus de mogelijkheid aan mensen om fietsen te huren. Mm -hmm. En dat kan dus, dus ook die, die, uh, die op die specifieke dag. Om, nee. uh, uh, ik zou wel zeggen, vooraf, niet die dag denken dat ze daar zijn. Dan kan je nee. je mountainbike of, of je Prins Alexander, of weet ik veel. Kan je Precies, zelf uitkiezen. Helemaal waar. Eh? En uh, dus, ik, als het kan, wil ik graag het telefoonnummer doorgeven. Mag ook om, ja. um, fietsplezier is dus te bereiken op 8212 129. Mm -hmm. En uh, zij zijn dus degene die. Van kunnen voorzien in uh, de behoefte om een fiets te huren. Yes. yes. All Dus 23 uh, september, de fietsentocht. Van, in de nabijheid vanaf 4 uur. Oh. Is er nog iets extra? Want stel, ik doe mee, maar mm -hmm. ik, ik, iemand kijkt nu en denkt: van wow, ik kan misschien niet meer met de fiets, maar ik zou toch willen helpen. Of is er nog dat mensen op andere manieren ook een bijdrage zouden kunnen leveren? Oh, absoluut. Mm -hmm. <laughs> um, het is zo dat we dus een, een Excuus, we zijn sowieso op social media. We hebben een website. Mm -hmm. Een hele mooie website. Ook al en moet al ik het zelf. Zeggen. <laughs> ja, uh, maar misschien ook het makkelijkste bereiken op, uh, via Facebook. De meeste mm -hmm. mensen zijn actief op social media. We zijn ook op Instagram. Mm -hmm. um, het is heel erg leuk. Ik heb kort geleden ook nog feedback gehad van een hele mooie, jonge, hippe mevrouw. die tegen me zei: Volgens mij heb ik jullie gezien. En ik was van: Yes! Mm -hmm. Als het haar heeft aangesproken, dan komt onze boodschap aan. Nice. Dus we zijn sowieso op Facebook en Instagram um, te vinden. Als je dus KDPS zou intoetsen of Stichting KDPS, mm -hmm. Kankerdiagnostiek en Preventie Suriname, dan vind je ons. Um, zoals ik uh, eerder al vertelde in ons voorgesprekje, is alles en iedereen die hierbij betrokken is, dus in de organisatie, um, doet het pro-deo. Uh -huh. Wat dus inhoudt dat wij um, sowieso fondsen heel goed kunnen uh -huh. gebruiken. Niet voor onszelf, maar voor ons doel. Ons doel is dus informatie naar de mensen brengen. Maar mocht het zijn dat er dus ook mensen zijn die al um, kanker hebben, of een familielid die daarmee geconfronteerd is geworden, dan gebruiken we de middelen die wij inzamelen. Om ook die mensen te helpen. Dus ja, uh, als u dus er niet bij kan zijn, maar u zeker geraakt bent geworden, dan hebben we graag dat u even op onze page gaat en dus daar ook even kijkt hoe u een partner kan worden of een vriend van de stichting ja. en uh, kan doneren, want uh, de middelen kunnen we zeker goed gebruiken. Ja. Nou, oké. Okay. Iedereen heeft het gehoord. Duidelijk, als je wil helpen. Jullie weten waar jullie moeten zijn. Er is een Facebookpagina en het nummer komt waarschijnlijk ook weer in beeld. Ja. Maar terug naar de fietsen toch. Want dat is dus 23 september. Yes. En ik denk dat het een hele leuke dag gaat worden. Want met jouw exciting <laughs> energy hier wordt iedereen die thuis nu, kijkt ook gewoon lekker warm gemaakt. Ja. En het enige wat je moet doen is je opgeven om te fietsen. Exactly. En daarmee lever jij al je kleine bijdrage aan Helemaal deze warm. Child Cancer Awareness Month. Nou Larissa, ik vond het zo fijn dat je hier was. En dat je na nou zo lang weer even kon zien. Echt waar. En uh, ik ga meedoen. Dus je ziet me 23 september. Mm -hmm. En uh, bedankt voor het komen om deze boodschap met ons te delen. Many thanks for having us. En thank you wel dat je deze boodschap ook naar buiten wil brengen. I met love it. Love doing it. Thank you. Dear. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Op 23 september heeft stichting KDPS een Child Cancer Awareness Month Bike Ride. Samen met deze organisatie of deze stichting kunnen jullie helpen om een bijdrage te leveren om ook de awareness over child cancer verder Te verspreiden, en het enige wat je moet doen is je opgeven. Uh, dan kan je meedoen op 23 september. De locatie of de start is bij de parking van Choy Noord. De bijdrage is 75 srd voor volwassenen en 50 srd voor kinderen. Je kan hier bij ons komen om te zeggen: Je hebt geen fiets, want uh, de winkel Fietsplezier, daar kan je ook je eigen fiets huren. En dan kan je gewoon gezellig met ons allemaal mee fietsen. Dus wacht niet langer, ga naar de Facebook pagina. Registreer yourself, en we zien je op 23 september. En nogmaals bedankt voor het cake, And remember, your time plus my time is Q-Time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.